Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Pipelines Modelbouw en Hobby. In deze nieuwe video wil ik jullie wat meer gaan vertellen over koppelingen in half nul. Wat voor mogelijkheden er zijn, wat voor diversiteit er is en wat de voordelen en nadelen van de koppelingen zijn. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze nieuwe video van Pipelines Modelbouw en Hobby. Zonder koppelingen geen trein. Een trein die bestaat natuurlijk uit allemaal verschillende wagons die achter een locomotief hangen en daardoor samen dus een trein vormen. Maar als de wagons niet met elkaar gekoppeld worden, dan heb je dus ook eigenlijk geen trein die voorgetrokken kan worden. En daarom heeft een trein een soort van trekwerk en een stootwerk. Het stootwerk, om mee te beginnen, dat zijn als het ware de buffers. De buffers zorgen ervoor wanneer de treinen, dus de wagons tegen elkaar geranceerd worden, niet kapot gaan. En er zit een veermechanisme in. Die dan zorgt dat zoals de wagon aankomt rijden, dat hij er netjes tegenaan botst als het ware en geen schade oploopt. Daarnaast heb je ook nog het trekwerk en dat is dan de koppeling. De koppeling is in Europa vooral bij rijtuigen en wagons uitgevoerd met een soort schroefkoppeling. Die hangt dan aan elke wagon. En als dan de twee wagons tegen elkaar aangezet zijn, dan kan de ranceerde deze schroefkoppeling in de haak van de andere wagon hangen. En dan aandraaien, zodat die strak zit. En dan zijn de twee wagons met elkaar gekoppeld en kan het voortgetrokken worden. Dat is een beetje in de basis het trek- en het stootwerk, dus de koppelingen en de buffers van een trein. Nou, nu hebben we gezien wat een koppeling inhoudt op een trein. Nou gaan we eens kijken wat er allemaal is aan koppelingen. Ik houd in deze video op half nul koppelingen. Daar is al genoeg over te vertellen en te laten zien. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Nou, er zijn verschillende soorten koppelingen. Er zijn een paar termen te noemen, haarkoppelingen, oogkoppelingen, maar ook kotkoppelingen. Tegenwoordig hebben we kotkoppelingen die ervoor zorgen dat wagons en rijtuigen heel mooi strak tegen elkaar aan kunnen zitten. Maar laten we eerst eens beginnen met wat er aan soorten koppelingen zijn. Nou, er is ooit allemaal begonnen met een basiskoppeling, dat is een oogkoppeling, al zijnde een haarkoppeling. Je zag vroeger heel veel deze haarkoppelingen. Die met elkaar gekoppeld konden worden. En als je dan onder opduwde, dan kon je ze weer van elkaar afhalen. En dit is een koppeling die tot op heden nog steeds door velen gebruikt wordt. Het is geen kotkoppeling, dus het zorgt er wel voor dat de wagons verder van elkaar afstaan. Maar je kunt wel wat makkelijker de dingen dan van elkaar afhalen. Daarnaast is ook een heel veel voorkomende koppeling, dat zijn de zogeheten beugelkoppelingetjes. En die vinden we eigenlijk nog heel veel ook standaard op wagons zitten. Die zijn te krijgen van heel veel verschillende merken. Pico heeft ze standaard op de wagon zitten. Roco heeft ze heel veel standaard nog op de wagon zitten. Maar ook allerlei andere kleine merkjes. Tillig, Isu wagons, noem het maar op. Die hebben allemaal vooral de standaard de beugelkoppelingetjes zitten. Nou, de beugelkoppelingen, dat zijn dan de basis, nog geen kotkoppeling, maar gewoon een koppeling die heel veel gebruikt worden. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel kotkoppelingen die gebruikt worden. En daar zijn er een paar basismodellen die heel veel voorkomen. Dat is de Merklin kotkoppeling, die komt erg veel voor. Dan heb je de Roco Universeel kotkoppeling, die heel erg veel voorkomt. Dan heeft Roco ook nog een kotkoppeling met een soort van een oogje eronder. Die komt ook wel regelmatig nog voor. En wat heel veel gebruikt wordt, dat is de Fleischmann Profi kotkoppeling. Dat zijn de vier kotkoppelingen die zo op de markt zijn en het meest gebruikt worden. Ze hebben allemaal zo hun voordelen en hun nadelen. En daar wil ik gewoon eens wat over vertellen in deze video. Maar voordat ik over de voordelen en nadelen van de koppelingen wil gaan hebben, wil ik nog eerst eens even gaan vertellen wat voor verbindingsschachten er allemaal zijn. Want de koppelingen kun je ook nog verbinden op de wagons. Die zijn uitneembaar en dat kan ook met een pinnetje zijn, dat kan insteekbaar zijn. En op die manier kun je dus wagons van verschillende merken toch met elkaar verbinden. En er zijn nogal wat diverse soorten schachten. De meest voorkomende tegenwoordig en wat eigenlijk ook de standaard is de NEM-schacht.
Deze Nemschacht, dat is een soort van steekverbinding. En die vind je ook bij eigenlijk in elk assortiment van de kotkoppeling wel terug. De kotkoppeling met Nemschacht. Maar die is er niet altijd. Er is niet altijd een Nemschacht. Zo zijn er ook koppelingen die erop geschoven kunnen worden. Je hebt bijvoorbeeld Fleischmann, die heeft een verbinding waarmee je de koppeling op de wagon drukt, waar een veertje achter zit en waar dan een pinnetje doorheen gedrukt wordt. Dat is iets wat bij Fleischmann heel veel voorkomt. Nou heeft Merklin bijvoorbeeld ook wagons met een soort van veerverbinding en een pinnetje in de wagon die er dan ingedrukt wordt, waarmee je dus een koppelingsverbinding hebt. Je hebt ook nog een Fleischmann koppeling waarbij je vaak de hele buffers eraf moet draaien, een metalen plaatje eruit moet lichten waarna de koppeling erin gezet kan worden, die een pinnetje aan de bovenkant heeft en een pinnetje aan de onderkant, wanneer die ook een gaatje heeft bij dat metalen plaatje die eroverheen geschoven kan worden, buffers er weer op en dan zit de koppeling erop. Het is iets wat niet heel veel voorkomt, maar je ziet het wel eens bij Fleischmann wagons dat dit systeem voorkomt. Ook daar is natuurlijk gewoon in verschillende soorten weer een kotkoppeling voor te krijgen. En is er niet een kotkoppeling voor te krijgen, daar zijn er allerlei kleine verbindingstukjes, soorten schachtjes voor verschillende soorten koppelingen. Die dus op de locomotief zitten, waar de schacht in moet. En vervolgens kun je op zo'n schachtje, dus die zit dan in de locomotief of op de wagon, dan kun je dan weer een bijpassende kotkoppeling voor vinden die dan weer aan de uiteinde van de koppeling die in de locomotief gebouwd wordt, geschoven kan worden, waarna je dus weer op eigen wens een kotkoppeling kunt maken. Daar zijn ook allerlei variaties en mogelijkheden in, zodat uiteindelijk bijna altijd wel mogelijk is om ergens een kotkoppeling of een aangepaste koppeling op te zetten. Het is niet altijd mogelijk. Soms zou er toch wat aangepast moeten worden of iets zelf gemaakt moeten worden. Maar voor, wat zal ik zeggen, 90% van de wagons, rijtuigen, locomotieven zijn er koppelingen te krijgen met verbindingstukjes, zodat het zodanig uitgerust kan worden dat het ook gewoon netjes werkt. Nou, naast de gewone koppelingen die er allemaal zijn, zijn er ook van sommige koppelingen bij diverse merken elektrisch voerende koppelingen uitgebracht. Merklin heeft bijvoorbeeld een standaard kotkoppeling, waarbij een koper lipje is ingebracht, wat ervoor zorgt dat het een eenpolige stroomvoerende koppeling is geworden. Deze koppeling is gewoon eigenlijk een standaard kotkoppeling. Kan zelfs koppelen met de gewone kotkoppeling van Merklin. En het is eigenlijk zodanig bedacht wanneer bijvoorbeeld binnenverlichting in rijtuigen zit, dan heeft de locomotief zo'n koppeling. Dan wordt op dat pinnetje wordt dan bijvoorbeeld een F-functie aangesloten. Dan zit in de rijtuigen zit ook die verbinding helemaal doorgesloten op de binnenverlichting. Maar de andere kant, bijvoorbeeld de nul van de binnenverlichting, zit dan op de wielen aangesloten. En bij Merklin zorgt ervoor dat op deze manier niet elk rijtuig ook een sleper hoeft te hebben. Maar dan ga je gewoon de F-functie door de verlichting aan. Gaan dan alle rijtuigen die gekoppeld zijn met deze elektrische koppeling, gaat dan de verlichting aan. En de nul die gaat dan via de wielen weer terug. Op zich best mooi bedacht bij Merklin. En dit wordt ook best wel veel gebruikt in gelijkstroom, bij gelijkstroomrijders. Maar Roco heeft ook een elektrisch voerende koppeling. Die is wat grover uitgevoerd, maar die heeft dan ook vier polen. Nou, die kun je bijvoorbeeld heel mooi gebruiken tussen elektrisch materieel wat met elkaar verbonden moet worden, waar allerlei schakelingen door moeten. Maar het wordt bijvoorbeeld ook wel gebruikt wanneer een rijtuigenstam in zijn geheel samengesteld wordt en niet meer uit elkaar gehaald wordt en binnenverlichting ingebouwd wordt en misschien wat andere functies die allemaal vanuit de locomotief bediend moeten worden. Nou, dan kun je ook zo'n vierpolige koppeling ertussen bouwen en dan zou je zelfs twee functies door kunnen sturen en de rijtuigen waar je bijvoorbeeld nog stroom voor afneemt combineren met de locomotief, zodat je altijd een hele mooie goede stroomafname hebt van je gehele treinset. Nou, Fleischmann heeft ook een kotkoppeling, maar die hebben zelf geen elektrisch voerende koppeling. Die vind je dan bij Fiesman in het programma. Nou, die heeft twee messing pinnetjes aan de boven- en de onderkant zitten. Als je die dan koppelt met elkaar, dan hebben ze een soort van tweepolige stroomvoerende koppeling. Nou is die niet zo heel erg bedrijfszeker en is het eigenlijk meer bedoeld om als eenpolig te gebruiken, zodat je beide polen van de koppeling tegelijkertijd gebruikt. Mocht de een even geen contact maken, heb je met de ander nog wel weer contact en vice versa. Dat is in mijn ervaring de beste manier ook om de Fiesman kotkoppeling van Fleischmann elektrisch voerend te gebruiken.
En zo zijn er nog veel meer soorten elektrisch voerende kortkoppelingen of gewone koppelingen te krijgen van de diverse merken. En de een werkt net weer wat beter dan de ander. En het wordt ook nog steeds ontwikkeld, er komt telkens wel weer wat nieuws. Dus dat is zeker ook iets wat je gewoon kunt volgen zelf in de vaktijdschriften. En als wij het in de winkel krijgen, vind je het natuurlijk ook alweer terug in onze webshop onder de kop koppelingen, waar je echt al een heel ruim programma aan koppelingen vindt bij ons. Dan een beetje de voordelen en nadelen van de koppelingen. Nou, laat ik gewoon eens beginnen weer met de Fleischmann haakkoppelingen. Die zijn best al wel oud. Hebben die nadelen, hebben die voordelen. Voordeel van deze koppeling is, hij koppelt heel makkelijk. Ontkoppelt vrij makkelijk. Heeft wel een grote afstand tussen de buffers. Dus als je een half nul wagonnetje hebt, heb je zo'n echt wel een grote ruimte tussen de buffers ten opzichte van een koppeling waar de buffers tegen elkaar aan zitten. Ander nadeel is, ze kunnen niet echt combineren met welke koppeling die er op de markt is. Verder andere koppelingen, dat werkt gewoon niet. Dus echt, als je met deze koppeling rijdt, moet je al je wagons en rijtuigen met deze koppelingen uitvoeren. Daarnaast dan de veel voorkomende beugelkoppelingetjes. Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als de haakkoppelingen. Ook deze zijn vrij bedrijfszeker, zijn ook van ook te combineren met alle andere merken beugelkoppelingen. Echt niet heel veel nadelen over te vertellen, zijn vrij bedrijfszeker in het koppelen. Het enige nadeel wat er misschien te vertellen is, is de uitvoering van Roco die er is met de beugeltjes. Die hebben er een soort van veertje bij in zitten, een klein bladveertje. Niet altijd, het is ook weer verschillend, maar meestal hebben ze zo'n klein bladveertje erin zitten waardoor de koppeling wat stroef omhoog gaat. Nou, snij je dat veertje eruit, doet hij lekker soepel en werkt hij eigenlijk zoals je dat zou willen. Dus eigenlijk verder ook niet echt veel nadelen op de beugelkoppelingetjes en gewoon goede koppelingen. Ze zijn alleen niet kort gekoppeld. En dan komen we bij de kortkoppelingen. Laat ik gewoon eens beginnen bij de Merklin kortkoppeling. Het is een wat grovere kortkoppeling. Hij is best wel aanwezig op de wagons en locomotieven. Maar het is wel een zeer bedrijfszekere kortkoppeling. Hij is erg zeer goed gekoppeld en doet het netjes. Er komt zelfs dit jaar een nieuwe variant van deze koppeling. Want deze koppeling heeft een wat hoog mechanisme. Er komt nu een variant die alles geheel iets omlaag is gezet. Waardoor hij dus ook op half 0 of 1 op 87 rijtuigen misschien wat beter gepast zou kunnen worden of andere types. Maar dat moet nog bedrijfsondervonden worden. Want wat is nou wel een nadeel van deze koppeling? Nou, als je bijvoorbeeld dit soort rijtuigen van LS-models hebt, de ICR-rijtuigen, en je zet daar dit soort koppelingen op, die willen nog wel eens gaan haken aan de buffers die erop zitten. En dan kan het mechanisme wat onder het rijtuig zit dus niet mooi vrij bewegen en dan gaan je rijtuigen lopen eruit of lopen vast. Dus dat is een beetje het nadeel van deze koppeling. Heb je bijvoorbeeld alleen maar Merklin materieel, dan is het een prima koppeling. Maar op rijtuigen, lange rijtuigen, 1 op 87, willen dit soort koppelingen nog wel eens problemen opleveren. Nou, wat ik al vertelde, de elektrisch doorgevoerde koppeling van Merklin, die kan natuurlijk ook gewoon combineren met de gewone kortkoppeling van Merklin. Dat is allemaal geen probleem. En er zijn diverse verbindingsmogelijkheden te krijgen met de Merklin kortkoppeling. Het voordeel van de Merklin kortkoppeling trouwens ook is dat deze kan combineren met de beugelkoppeling. Standaard beugeltjes kan die dus ook mee combineren. Dat werkt ook. En om vast een beetje op de zaak vooruit te lopen, hij werkt ook met de Roco universeel kortkoppeling. Die kan ook gecombineerd worden met de Merklin kortkoppeling. En dan zijn we dus ook gelijk aangekomen bij de Roco universeel kortkoppeling. Ik persoonlijk vind het een van de mooiste kortkoppelingen die er is. Vooral als het gaat om het goederenvervoer. Al mijn persoonlijke goederenwagons in 1 op 87 zijn uitgevoerd met deze koppeling. Waarom is dat nou, vind ik dit nou een fijne koppeling? Als je ze koppelt, ze zijn wat subtieler dan de Merklin. En ze kunnen met de Merklin combineren. Maar als ze gekoppeld zijn, zitten ze vast. Ze zijn vrij bedrijfszeker. Maar ontkoppel ik ze nou met een bijvoorbeeld ontkoppelmechanisme, dan blijven de wagons op de plek staan. De koppelingen zijn ontkoppeld geweest, maar zitten nog steeds tegen elkaar aan. Maar rijken de wagons nu van elkaar af, kan dat gewoon. Omdat daar een lipje bij op zit, waar de beugel bovenop valt bij het ontkoppelen. Waardoor die dus ontkoppeld is, ook bij op zijn plek staan. En echt weer tegen elkaar aan, of van elkaar af moet en tegen elkaar aangereden moet worden om weer te kunnen koppelen.
Ander voordeel is, je kunt hem dus ook combineren met een Merklin-kotkoppeling. Maar hij valt ook weer te combineren met een beugelkotkoppeling. En heel veel automatische koppelingen die er zijn, dus bij Roco en ESU als Merklin, kun je deze koppeling ook bij gebruiken voor het automatisch ontkoppelen. Dat kan trouwens ook met de Merklin-kotkoppeling en dus de beugelkotkoppeling. Het zijn drie koppelingen die dus mooi bij elkaar passen. Mocht je eens een keer een magonnetje hebben waar je echt een koppeling van kunt vervangen en er zit een beugelkotkoppeling of een beugelkoppeling op, dan kun je die toch nog koppelen met jouw restwagens die je ook allemaal hebt, maar met de kotkoppeling. Dat is een beetje het voordeel ervan. Ik vind ze dus ook wat mooier dan de Merklin kotkoppeling, omdat ze wat subtieler zijn. Maar zo heeft ieder zijn voorkeur natuurlijk. Dat is de universeel kotkoppeling van Roco. Daar is ook een variant van met een schuifje. Dus met dat wat ik toen straks ook al vertelde, met al die verbindingsmogelijkheden voor in de locomotieven en wagons. Dat is de universeel koppeling. Maar dan heeft Roco ook nog de gewone kotkoppeling. Dat is de koppeling met het kleine rondje eronder. Ook een hele mooie kotkoppeling. Heel persoonlijk, ik heb deze dan weer op de rijtuigen vooral namelijk zitten. Zoals hier bijvoorbeeld op dit LS-rijtuig. Daar heb ik deze koppelingen weer op zitten. Deze koppeling kan niet combineren met goederenwagons. Maar dan moet ik ook zeggen, voornamelijk heb je rijtuigen staan op je modelbaan staan in vaste combinatie. Nou, dan kan daar mooi een andere koppeling tussen. Of misschien elektrisch voerende koppelingen ertussen bouwen. Maar ik persoonlijk heb deze ertussen zitten om een reden die ik zo zal vertellen. En niet de universeel koppeling van Roco. Waarom heb ik dat nou? Nou, de universeel koppeling, dat heeft eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als de Merklin-kotkoppelingen. Die willen bij rijtuigen, zoals van LS-models, nog wel eens gaan haken aan de buffers of aan andere kleine dingetjes aan de detaillering die onder de rijtuigen zit. Dat heeft deze koppeling dus niet. Hij is ook wat lager. Als je kijkt in de hoogbouw, als je op de gelijke hoogte zit qua nemschacht, dan heeft de kotkoppeling, de universeel kotkoppeling, een wat hogere bouw dan de kotkoppeling van Roco met het beugeltje eronder. Die is wat lager gebouwd. Dat dus ervoor zorgt dat hij niet overal gaat haken in de rijtuigen. Dat zorgt er dus ook voor dat de treinen niet continu ontsporen of vastlopen. En dus een mooie geheel blijven vormen op de modelbaan. Ze zijn ook best wel goed bedrijfszeker. Als ze eenmaal in elkaar zitten, laten ze ook niet zomaar los. Dat is ook wel een voordeel. Ook als je een beetje hellingen maakt, dan gaat deze koppeling aardig goed. De koppeling heeft ook wel weer een nadeel. Dat is dat de zijkant hier vrij flexibel is. En wanneer bijvoorbeeld nou een rijtuig of een wagon in een doos gedaan wordt en dit lipje die komt ergens tegenaan zitten en gaat zo openstaan. En dat blijft heel lang zo staan. Of in een vitrinekast dan rolt een rijtuig ergens tegenaan zo en dat lipje gaat openstaan. En dat lipje heeft een tijdje zo opengestaan. Dan heeft hij die vorm aangenomen. En als je het eenmaal hebt, ja, dan kun je het koppelingetje weggooien, want je kunt het ook niet echt meer terugbuigen, want hij koppelt dan niet meer. Hij blijft niet meer haken. En dat is dus echt het nadeel van deze koppelingen. Dat ze, als ze eenmaal opengebogen hebben gestaan, dat ze gewoon niet meer te gebruiken zijn. Dus daar is een beetje voorzichtigheid bij geboden, wanneer het model in de doos gedaan wordt. Of haal de koppelingen er eventjes af, doen ze er los bij in. En in de vitrinekast of wat dan ook, dat ze het niet ergens tegen aandrukken. Dan kan er eigenlijk verder ook niet zo heel veel meer gebeuren. En is het een goede, zekere bedrijfskoppeling die niet gauw loslaat en gewoon netjes zijn werk doet. En eigenlijk ook wel mooi subtiel is. Je ziet ze niet echt heel erg aanwezig zijn onder de rijtuigen. Dus dat is de Roco kotkoppeling met het beugeltje eronder. En dan hebben we nog de veelvoorkomende Fleischmann Profi-koppeling. Dat is ook een koppeling die heel veel gebruikt wordt. Standaard werden daar in half nul alle treinen van Fleischmann ook mee uitgeleverd de laatste jaren. Nou, Fleischmann half nul bestaat intussen niet meer. Nog wel in N-spoor, maar half nul niet meer. Dus deze koppeling vind je standaard ook niet meer terug op het materieel. Nog wel worden ze volop verkocht en zijn ze nog zeer geliefd en gewild. Er zijn ook allemaal verschillende uitvoeringen van te krijgen met een verbindingsmechanisme voor op locomotieven en rijtuigen. Sowieso alle Fleischmann-mechanismen zijn in het programma te krijgen. Maar je kunt ook weer door middel van een schuifkoppelingetje, met zo'n, dus eigenlijk alleen de kop met een schuifje, kunnen we weer combineren met een koppeling voor het mechanisme waar je op die dus verbinding maakt met de locomotieven, wagons, rijtuigen, whatever. Daar heb je hier dus ook weer mogelijkheden in. De Fleischmann Profi koppeling is dus een mooie subtiele koppeling.
heeft hij als voordeel, ja, die kun je dus ook weer mooi gebruiken bij rijtuigen, goederenwagons. Het is niet te combineren met andere koppelingen, dat dan weer niet. Dus als je Fluisman Profi hebt, moet ik echt alles weer met Fluisman Profi uitgerust hebben. Of bijvoorbeeld wat ik dan doe, je hebt bijvoorbeeld op je goederenwagons de Fluisman of de Roco universeel koppeling zitten. En je zegt, ik doe op de rijtuigen deze koppeling van Fluisman, omdat ik die weer wat mooier vind dan de Roco koppeling, die wat kwetsbaarder is. Heeft de Fluisman Profi koppeling dan ook een nadeel? Ja, hij heeft zeker ook een nadeel. Wat wil dan wel eens gebeuren? De Fluisman Profi koppeling, als die verbonden is en een van de mechanismetjes die de ontkoppeling weer regelt, die omhoog komt, die zakt al niet meer terug naar beneden. En als je dan een keer zo'n klein hellinkje hebt, dan willen de koppelingen nog wel eens snel loslaten. Dat kan nog wel eens gebeuren. Dus hij is vrij bedrijfszeker, maar niet 100%. Mijn ervaring is met de Fluisman Profi koppeling dat een trein nog wel eens een keer los wil laten. Doordat dus inderdaad het mechanismetje iets omhoog blijft of omhoog blijft staan en de koppeling iets te laag komt in bijvoorbeeld een hellinkje of wat dan ook en dus loslaat. Voor de rest verder een hartstikke goede koppeling. Dat zeker wel. Alleen ja, één klein nadeel, ze kunnen iets sneller loslaten. Nou, en dat is eigenlijk een beetje de basis van de koppelingen die ik hier zo heb liggen. De meest voorkomende koppelingen die er ook zijn, die gebruikt worden. Je vindt het ook allemaal terug in onze webshop. We hebben een heel uitgebreid assortiment met koppelingen op onze website staan. Waar je dit allemaal weer terugvindt. Ook deze koppelmechanismes vind je daar duidelijk in terug. In fotootjes hoe ze eruit zien, wat het assortiment is. En welke je met elkaar kunt verbinden. En wat de bestelnummers ervan zijn. En dan zijn we ook al aan het einde gekomen van deze video. Nou, vond je het een leuke video? Laat dan zeker nog even een duimpje achter. Heb je nog vragen, opmerkingen? Dan kun je die achterlaten in een reactie hieronder. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Zo ben je altijd op de hoogte van de nieuwste video's. En dan zou ik zeggen graag tot de volgende keer. En graag tot ziens bij Pipelines Modelbouw en Hobby.